Meneer Jan Bon, op uw opmerking eerder op de dag dat Helio Di Rupo niet uw premier is en dat u zal zeggen meneer Di Rupo, zei de premier vanavond in het journaal het volgende. We gaan eens kijken. Het spijt me, maar dat is een beetje te eenvoudig om te spreken zoals de N-VA en andere partijen. Ik heb geprobeerd met de N-VA gedurende meer dan 1 jaar om te onderhandelen. De doelstelling van de N-VA is niet voor morgen, maar voor overmorgen de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Niet meer in België, maar een onafhankelijk regio, een land, een lidstaat van Europa. Ja, meneer Jan Bon, u verwijt dat hij niet de premier is van alle Vlamingen. Pareert Helio Di Rupo op deze manier? U wou nooit echt een oplossing. U kon wel, maar wou het niet. Ja, mevrouw, ik stel voor dat we dat op een cassettebandje opnemen of op een dvd en iedere keer opnieuw leggen. Wij waren de eerste partij die een algeheel voorstel van staatshervorming op de tafel gelegd heeft. Dat verre van de onafhankelijkheid van Vlaanderen inhield. Dat een constructief voorstel was waar ook toegevingen van onze kant in zaten. Ik zal dat eerlijk toegeven. Mm-hmm. En dat een eerlijke bedoeling had om tot een oplossing te komen heel vroeg in het proces. En het was meneer Di Rupo die binnen de kosten keren het voorstel van tafel vrij. Maar als ik nog even dit eraan toe moet, als wij zeggen hij is niet de premier, dan is dat natuurlijk een symboliek. Een symboliek voor het feit dat vandaag een regering gestart is die geen meerderheid heeft langs Vlaamse kant. Dus alle wetten die vanaf nu begroting in kluis gestemd worden, meerderheid tegen oppositie, gaan wetten zijn die in Vlaanderen geen draagvlak van een meerderheid intussen hebben. Intussen heeft uw partij al wel vaak toegegeven dat dit wel een mogelijk einddoel is, hè? De onafhankelijkheid van Vlaanderen, dat is wat u echt interesseert. Maar wij steken het ook niet onder stoelen of banken. In een evolutie denken wij dat op termijn alle bevoegdheden die vandaag op het Belgisch niveau zijn, op termijn ofwel naar Europa ofwel naar de deelstaten Vlaanderen en Franstalig België moeten gaan. Dat is de lange termijn visie. Wij steken dat ook niet onder stoelen of banken. Wij doen daar ook niet flauw over. Maar je moet dat doen wanneer er een democratisch draagvlak in het land voor is. Dat is er vandaag niet. Dus trachten wij evolutief stappen vooruit te zetten. En dat was de geest van het voorstel dat de Koninklijk Verduidelijker destijds op tafel legde. Ja, mevrouw.